Ik ben thuis bij Helmut Lotti en ik ga hem straks vragen naar zijn lievelingsgedicht. Ik ga hem ook vragen dat gedicht voor te lezen. Maar eerst ga ik Helmut vragen wanneer hij voor het eerst in aanraking kwam met poëzie. Helmut, weet je dat nog? Wanneer je voor het eerst een gedicht hoorde? Erik Jan, dat weet ik niet meer. Maar ik kan me wel levendig herinneren dat ik als jongen deelnam aan gedichtenwedstrijden. Dat betekende dat ik de gedichten van buiten leerde en ze ook voordroeg. Ik deed mee aan interscholenwedstrijden en zo. Hoe oud was je toen? Een jaar of 10. En ik heb ook 2 wedstrijden gewonnen. En eentje daarvan was met de Spin Sebastiaan van Annie M.G. Schmid. En ik ga dat nooit vergeten, er waren heel veel kinderen die hetzelfde gedicht geleerd hadden en die blijkbaar ook allemaal op dezelfde manier geleerd hadden hoe ze het gingen doen. De meeste waren meisjes en die stonden daar zo van, ik ben de spin, dit is de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. En ik dacht van, oh, jongens, ik moet hier iets anders uitvinden, want ik was dan een 20e met datzelfde gedicht. Ik dacht, ik moet er iets anders van maken, hè. Dit is de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Ik heb gewonnen toen. Ja. Dramatische effect. Ja. Geweldig. Ja, maar dat is nog geen poëzie. Gedichten en poëzie is niet hetzelfde. Dat heb ik dan later geleerd. Ja. Ik denk dat poëzie in heel veel dingen aanwezig is. Dingen die je niet kunt beschrijven, maar die je wel voelt. Daarvan vind ik dat dichters erin slagen om ze dan toch weer op te roepen op papier. En dat vind ik ongelooflijk. En daarom vind ik poëzie wel belangrijk ook. Ik heb je gevraagd om een gedicht uit te kiezen, om te bejubelen, toe te juichen. Welk gedicht heb je gekozen? Dat was heel gemakkelijk voor mij. Er staat een zin uit het gedicht in mijn trouwring. Elke keer als ik die zin in mijn ring zie, ben ik weer verliefd. Ja. Mooi. Je gaat het nu voorlezen, maar je hebt het ook gezongen. Ja, en dit is een gedicht van Hugo Claus. Ik schrijf je neer. Het is ook een heel romantisch nummer geworden. Mm. Ik schrijf je adem en je lichaam neer. Opgelijnd muziekpapier. Zo'n beetje een bossa nova tempo. Zo. Het is, ik vind het heel mooi. Mooi. Wil je het voorlezen? Ja, graag. Ik schrijf je neer. Mijn vrouw. Mijn heidens altaar, dat ik met vingers van licht bespeel en streel. Mijn jonge bos dat ik doorwinter, mijn zenuwziek, onkuis en teder teken. Ik schrijf je adem en je lichaam neer op gelijnd muziekpapier. En tegen je oor beloof ik je splinternieuwe horoscopen en maak je weer voor wereldreizen klaar. En voor een oponthoud in een of ander oostenrijk. Maar bij goden en bij sterrenbeelden wordt het eeuwige geluk ook dodelijk vermoeid. En ik heb geen huis, ik heb geen bed, ik heb niet eens verjaardagsbloemen voor je over. Ik schrijf je neer op papier, terwijl je als een boomgaard in juni zwelt en bloeit. Ik heb mij vergist, het moest juli zijn, dus we mogen opnieuw beginnen.